Ik ben Lucienne Venner, ik ben autonome kunstenaar en ik maak films en live performances. Films draai ik het liefst op 16 mm of super 16 mm film. Het analoge aspect in mijn werk is heel erg belangrijk, omdat ik ook werk met bepaald risico en dat zorgt voor een bepaalde energie op de set die ik heel erg belangrijk vind om mee te werken. Het is echt een soort topsport en het vraagt gewoon heel veel van de mensen waarmee ik op de set sta, de cast en de crew. En dat is ook precies, zeg maar, de energie waar ik naar op zoek ben. Ik heb van tevoren helemaal nooit bedacht dat ik film ging maken. Maar ik had op de Rietveld Academie, ik zat wel in de moving image afdeling, maar ik was me vooral aan het richten op live performance. En ik was ook aan het schilderen en vooral eigenlijk performance aan het doen. Kostuums, maskers, make-up, haar, muziek, geluid. En gewoon, ik voelde me echt ook een soort tovenaar. Want ik kon gewoon spelen met de magie van cinema. Gewoon, wat laat je zien aan de kijker en wat niet? Wat is er buiten kader en wat is er in het kader? Wat laat je zien? En daarin paste mijn live performance element van in één take, het gewoon in één keer doen zonder decoupage, maar ook de choreografie van mijn dansachtergrond kwam daarin terug. Ik heb heel vaak heel weinig tekst, maar dan ga ik met acteurs werken en dan heb ik choreografie in mijn hoofd of een bepaalde beweging. En het kan ook een beweging zijn in mijn lichaam en die volg ik. Werken op analoge film is voor mij gewoon heel erg, voelt heel natuurlijk, heel organisch. Het materiaal, maar ook de manier van werken, omdat je daardoor ook dicht bij, ik denk, bij een originele opname blijft, omdat je die 100 keer doet. Voor mij is het werken met analoge film nooit een visuele keuze geweest, echt heel erg vanuit, oké, ik wil werken met beperking. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan draai je digitaal en dan spreek je af dat je het met Rieke doet. Kun je jezelf ook beperken, maar dat is toch gewoon heel anders. Dat is toch echt een hele andere, want je weet gewoon dat je het op analoge film echt met Rieke kan doen. En het kan ook misgaan en dat is een soort spanning. Iemand vertrouwen geven en je moet het ook loslaten, dus ik laat het ook heel vaak juist even los en dan zorg ik ook weer dat ik weer wat controle terugkrijg. Want je moet het wel blijven regisseren, want het is wel een gezamskunstwerk natuurlijk, film maken. Maar het is wel belangrijk dat je als regisseur, zeg maar, wel ook vanuit jouw visie blijft werken. Wat ik zo mooi vind aan film, esthetisch, is dat je in een schaduw, in een zwart, daar zit ook nog een heel... zitten ook nog heel veel tinten in. Dus je hebt niet alleen zwart, wat je bij digitaal wel hebt. Zwart is zwart. Maar bij film heb je ook nog iets lichter en nog... Je hebt zoveel laagjes daarin. En dat geldt ook voor de highlights. Het wit is niet alleen wit. Daar zitten gewoon nog heel veel tinten in. Maar je zou het zo kunnen zien als een soort landschap wat gewoon veel, veel meer diepte heeft. Dus bij digitaal is het misschien landschap is dit, maar bij film is het, zeg maar, gewoon dieper. Ja, je creëert daarmee ook een bepaalde wereld. En je werkt ook met materiaal wat kwetsbaar is. En er zijn zoveel dingen die je dan mis kunnen gaan. Want daardoor maak je ook echt, zeg maar, topsport van je werk, van je vak. En dat is, daar word ik wel gewoon echt heel blij van.